het waterschap. Ja. Je hebt er ideeën over. Ja, heel veel. Vertel. We zijn er dagelijks mee bezig. Maar wat ik eerst even wil doen, ik wil natuurlijk al die mensen die hier in de zaal zitten hartelijk welkom heten namens de drie lijsttrekkers voor de Partij van de Arbeid in de provincie Gelderland als het gaat om de waterschapsverkiezingen. Misschien is het even goed om te beginnen met te zeggen wie we zijn. Nou, Gerard? Ik ben Gerard Nieuwenhuis, lijsttrekker voor het Vierenland. En ik ben Eppe Toetelen, lijsttrekker voor de Veluwe. En ik ben Els Rutting en ik doe mee voor waterschap Rijn en IJssel. Ja, en we staan hier op een hele erg mooie locatie, namelijk aan de achterkant van het water. Als je nou iets wilt doen in de toekomst, hè, om je kind te gaan vertellen, of misschien wel je opa of je oma of je man of je vrouw, van wat het waterschap doet, dan raden wij met z'n drieën jullie aan, in ieder geval, om een kijkje te nemen in het waterschapsmuseum. Wat doen we nou eigenlijk om in de praktijk? We zorgen voor de veiligheid natuurlijk als eerste, maar we doen natuurlijk nog veel meer. En we zorgen dat het water wat jullie hier op de achtergrond ziet, wel keurig binnen die beek blijft. En dat is ook zo'n ding waar het waterschap tot zijn verantwoordelijkheid mag rekenen. Dat betekent dus dat je dijk in orde moet houden, maar ook de waterstand in de gaten houden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het zuiveren van het vuile water. Ja, want dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste taken van het waterschap. He, al die piesjes en die poepjes die jullie in de pot gooien, die moeten natuurlijk wel weer heel schoon in dat water gebracht worden. Nou, en daar zijn we als drie waterschappen en al die andere 25 in Nederland heel erg druk mee om dat op een goede manier te doen, zodat de waterkwaliteit gewoon helemaal kan voldoen aan de normen die met name Europa daarvoor gesteld heeft. Dat is de kwaliteit, maar natuurlijk, van oudsher zorgen we ook altijd al voor de kwantiteit. Het water voor de landbouw, water voor natuur. Niet te veel, niet te weinig. Bij droog weer, extra aanvoer van water voor bewegingen. Maar bij nat weer, ook de afvoer. Ja, dat is een steeds belangrijke thema natuurlijk. Klimaatverandering. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat betekent dat het in Nederland meer zal gaan regenen. En ook als het regenen gaat regenen, dat er op andere momenten een grote periode van droogte zijn. Dus het wordt heel belangrijk om ook te het water in te gaan. Kom, we gaan, want we hebben nog een hoop te doen. Wat een leuk middagje op het water had moeten worden, eindigde zondagmiddag in een drama. Een vlot met 18 vrouwen sloeg om op een stuw in de Berkel bij Rekken. Een 24-jarige vrouw uit Lichtenvoorde overleed ter plaatse en een 34-jarige vrouw uit Winterswijk stierf zondagavond laat in het ziekenhuis. Hier bij de stuw achter mij hadden ze aan de wal moeten gaan, in het vlot via een speciale trap om moeten dragen om de stuw heen en dan weer terug het water in. Om de andere, een of andere reden is dat niet gelukt. Het vlot is op de stuw omgeslagen. De meeste meisjes zijn aan de andere kant van de stuw in het water terechtgekomen. Er is nogal kolkend water, nog veel beweging en stroming. Dus dat was natuurlijk heel veel schrikken en even paniek. De meeste meisjes zijn wel uit het water gekomen vrij snel. Een andere heeft er wat langer in gelegen. In ieder geval is het resultaat geweest dat een aantal meisjes is onderkoeld. Eén meisje is langdurig gereanimeerd. Een zestal meisjes is naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. En de anderen zijn opgevangen hier in de Brandweerkazerne in Eiberg en worden daar nu verzorgd door ambulancepersoneel. De slachtoffers zijn medewerkers van het kruikvat in Winterswijk. Waarom het vlot niet enkele honderden meters voor de stuw, zoals gebruikelijk, is aangelegd, is nog onduidelijk. Nou, het is helemaal niet de bedoeling dat je met zo'n vlot over de stuw gaat. Er is een trap aangelegd die daar speciaal voor bestemd is. En die instructies worden ook meegegeven, heel duidelijk. Maar het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe het heeft kunnen gebeuren. En dat is later inderdaad onderwerp van het onderzoek. Nou, we zijn nu druk bezig om de lijst met name te verifiëren. Een aantal meisjes is naar ziekenhuizen in Enschede en in Winterswijk gebracht. We moeten even kijken of we de goede namen hebben. En zolang we niet weten of we alle meisjes veilig binnen hebben, blijven de duikers zoeken. 4 uur, Carmen Verheul met het NOS-journaal. Bij Rekken in de Achterhoek is een vlot omgeslagen. Ja, op dit moment is duidelijk geworden dat er een slachtoffer in het water bij de stuw is gevonden. Vaststaat dat de stroming in de Berkel heel sterk was na de grote regenval van de afgelopen dagen. In de praktijk. We zorgen voor
veiligheid natuurlijk als eerste. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. En we zorgen dat het water wat jullie hier op de achtergrond ziet, wel keurig binnen die beek blijft. En... kom, we gaan, want we hebben nog een hoop te doen. Nou, en daar zijn we als die waterschappen en al die andere 25 in Nederland heel erg druk mee. Om dat op een goede manier te doen, zodat de waterkwaliteit gewoon helemaal kan voldoen aan de normen die met name Europa daarvoor gesteld heeft. Doden bij ongeluk met vlot op Berkel. Goedenavond. Wat een gezellig bedrijfsuitje had moeten worden, is vanmiddag uitgelopen op een drama. Bij een ongeluk met een vlot op de Berkel bij Rekken zijn een dode en meerdere gevonden gevallen. Het gaat om personeelsleden van winkelketen Het Kruidvat. Het ongeluk gebeurde toen ze met hun vlot over een stuw heen voeren. De vrouwen en meisjes tussen 16 en 25 jaar waren tijdens een uitje met de vlot aan het varen op de Berkel. Ze moesten voor de stuw stoppen om het vlot aan wal te trekken. Maar om nog onduidelijke redenen lukte dat niet, waardoor het vlot van de stuw stortte. Nou, ze zijn natuurlijk enorm geschrokken en behoorlijk ontredderd. Een aantal heeft wat langer in het water gelegen. Een meisje is ook langdurig gereanimeerd. Nou, de meisjes hebben dat gezien en meegemaakt, dus die zijn enorm geschrokken in hevige emoties. Duikers en een helikopter hebben nog urenlang gezocht naar mogelijke vermisten. Ruim 2 uur na het ongeluk werd alsnog het lichaam van een van de opvarenden geborgen. In totaal zijn er 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw die moest worden gereanimeerd verkeert in zorgelijke toestand. Alle andere opvarenden zijn opgevangen in de brandweerkazerne in Eibergen. Het uitstapje is georganiseerd door Sportwijzer uit Eibergen, dat op dat moment meer tochten op de Berkel verzorgde. Volgens een woordvoerder was er een begeleider op de boot aanwezig. Mag er sowieso hier gevaren of gezwommen worden hier in de Berkel bij die stuw? Ja, dat zijn dus ook de vragen waar we ons straks om bekommeren. Nu ligt onze prioriteit even anders. Organisator Sportwijzer zegt geschrokken te zijn. De politie en de waterpolitie starten een onderzoek naar het ongeval. Tank. We zorgen voor de veiligheid natuurlijk als eerste. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. En we zorgen dat het water wat jullie hier op de achtergrond ziet, wel keurig binnen die beek blijft. En... onderzoek vlotongeval verloopt moeizaam. Dag dames en heren, goedenavond. Politie en justitie denken nog zeker 2 weken nodig te hebben voor de afronding van het onderzoek naar het vlotongeval op de Berkel bij Rekken. Daar kwamen vorige week zondag 2 medewerkers van een kruidvatfiliaal in Winterswijk om het leven tijdens een bedrijfsuitje. De politie heeft meer tijd nodig om alle hulpverleners te horen. Bovendien zijn de getuigenissen van de kruidvatmedewerkers niet allemaal eensluidend. Het onderzoek dat de politie nu uitvoert moet uitwijzen wat zich precies op de Berkel bij Rekken heeft afgespeeld. Hoe kan het zijn dat het vlot met erop 18 medewerksters van het kruidvat zomaar over de stuw stortte, waarbij 2 doden vielen te betreuren? Kortom, wie is waar verantwoordelijk voor? De medewerksters van het kruidvat wilden vandaag voor het eerst in de media hun verhaal doen. Maar ze zijn veel te emotioneel om voor de camera te verschijnen. De slachtoffers vertelden vandaag uitgebreid hun verhaal in de Gelderlander. Ze zeggen het beu te zijn uitgemaakt te worden voor domme blondjes. Er zou hen nooit verteld zijn dat ze onderweg een stuw zouden tegenkomen. En bovendien hebben ze nooit instructies gekregen hoe je nou zo'n vlot moet bedienen, zeggen ze. Het Eibergse bedrijf Sportwijzer, dat de vlottentocht organiseerde, wil zolang het politieonderzoek loopt niet reageren op de beschuldigingen van de kruidvatmedewerksters. Het zal overigens nog een hele tour worden om de reconstructie van het ongeval rond te krijgen. Volgens de politie spreken de inmiddels gehoorde kruidvatmedewerksters die op het vlot zaten elkaar tegen. Tegenstrijdige verklaringen, alles is onder emotie gebeurd. Het laatste moment toen het vlot daar over de stuw kieperde, betekende dat sommige mensen eigenlijk het niet meer scherp hebben waar ze nou precies hebben gezeten. Maar voor ons onderzoek is het wel degelijk van belang. Want wij willen weten natuurlijk de stabiliteit van het vlot. Maar ook, we hebben gevraagd hoe zwaar de dames wegen. Want als je daarin een verkeerde keuze hebt gemaakt met het instappen op het vlot, kan dat voor de stabiliteit ook van belang zijn. Nou, dat alles is voor ons heel belangrijk, zodat we uiteindelijk bij een reconstructie kunnen zeggen, zo heeft het in elkaar gezeten.
als de dames dat nu al niet meer weten, komt het dan ooit wel goed? Jawel, het komt wel goed. We hebben nu eerst de interviews afgenomen. Het kan zijn dat we enkeling daarvan later nog een keer moeten horen. En dat we uiteindelijk wel tot de goede conclusie komen wie waar heeft gezeten. Het Openbaar Ministerie zal aan de hand van het politieonderzoek bepalen of er een strafonderzoek naar het vlotongeval wordt ingesteld. En de rechter vindt dat het waterschap niet verantwoordelijk is voor het dodelijke vlotongeval op de Berkel in 2007. Wat doen we nou eigenlijk om in de praktijk? We zorgen ervoor de veiligheid natuurlijk als eerste. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. En we zorgen dat het water wat jullie hier op de achtergrond ziet, wel keurig binnen die beek blijft. Waterschap Rijn en IJssel en het recreatieschap Achterhoek Liemers worden niet strafrechtelijk vervolgd voor het vlotongeluk op de Berkel bij Rekken in 2007. Toen kwamen twee medewerkers van het kruidvat in Winterswijk om het leven tijdens een personeelsuitje. De twee kruidvatmedewerkers deden mee aan een vlottocht. Bij deze stuw in de Berkel ging het mis. Na het drama begon de discussie over de schuldvraag. De in totaal 18 kruidvatmedewerkers waren zonder zwemvesten en zonder begeleiding het water opgegaan. Ook was er bij de stuw geen afzetting en de waarschuwingsborden waren slecht zichtbaar. Was alleen Sportwijzer, het bedrijf dat de tocht organiseerde, verantwoordelijk? Of ook het waterschap en het recreatieschap? Wesley Wolters, de broer van een van de slachtoffers, vreesde toen dat niemand voor het drama zou hoeven opdraaien. Ik ben gewoon heel erg bang dat het gewoon dadelijk met een sisser afloopt. En dat beide partijen, naar mijn inziens dan Sportwijzer en het waterschap, gewoon dadelijk vrolijk verder kunnen gaan. En dat de dood van mijn zusje en ook van Monique gewoon wordt afgedaan als een ongelukje. Uiteindelijk kreeg Sportwijzer 5000 euro boete. En een van de directeuren een werkstraf van 120 uur. Zijn advocaat betoogde destijds dat ook het waterschap en het recreatieschap schuld hadden. Ik vind dat die instanties gefaald hebben en erger nog tot op de dag van vandaag. Want loopt u vandaag naar de plek des onheils en u zult zien dat er niets veranderd is. Dat was vorig jaar. En ook nu nog is er geen afzetting in de vorm van een drijflijn op de rivier. Het waterschap en het recreatieschap worden dus niet vervolgd. Voor de nabestaanden zal het daardoor wellicht nog moeilijker worden hun verdriet te verwerken. Ik kan het boek niet sluiten als het verhaal niet compleet is. Ik kan het boek niet sluiten als er mensen wegkomen met... Ja. Wat doen we nou eigenlijk om in de praktijk? We zorgen ervoor de veiligheid natuurlijk als eerste. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. En we zorgen dat het water wat jullie hier op de achtergrond ziet, wel keurig binnen die beek blijft. En daar zijn we als die waterschappen en al die andere 25 in Nederland heel erg druk mee. Om dat op een goede manier te doen, zodat de waterkwaliteit gewoon helemaal kan voldoen aan de normen die met name Europa daarvoor gesteld heeft. Ik vind dat die instanties gefaald hebben en erger nog tot op de dag van vandaag. Want loopt u vandaag naar de plek des onheils en u zult zien dat er niets veranderd is. Dat was vorig jaar. En ook nu nog is er geen afzetting in de vorm van een drijflijn op de rivier. Het waterschap en het recreatieschap worden dus niet vervolgd. Voor de nabestaanden zal het daardoor wellicht nog moeilijker worden hun verdriet te verwerken. Ik kan het boek niet sluiten als het verhaal niet compleet is. Ik kan het boek niet sluiten als er mensen wegkomen met... Yeah.